Rob vervolgt zijn weg door Sittard en komt uit bij dit bomvolle restaurant. Oh. Hi. Rob van het programma Smaakpolitie. Ja. De zuiderwijn kijk je gewoon even in de keuken 10 minuutjes. Natuurlijk. Nou, top. Kom je jasje aan. Snel de witte jas aan en mee naar de keuken om de inspectie te beginnen. Ondanks dat het restaurant behoorlijk vol zit, wordt Rob hartelijk ontvangen in de kleine keuken. Dit is je keuken. Dan laat ik je over aan Ramon. Is goed. Goedemiddag. Goedenavond eigenlijk al. Hi. Rob. Rob begint als vanouds met het wassen van zijn handen. Dat gaat allemaal prima. Dan begint hij zijn inspectie bij het frituur. Een mooi helder frituurtje. En ook de roosters zijn mooi schoon. Nou, ik vond de roosters gewoon super goed eruit zien. Ik vond het fornuis heel netjes. De frituur zag er mooi uit. Mooi eilandje, hè? Leuk. Ja, het is niet groot moet ik zeggen, met de capaciteit van mensen te hebben. Ja. Ja, daar redden we het wel mee moet ik zeggen. Inderdaad, want het gaat er in deze keuken ondanks de drukte gestructureerd aan toe. En dan komt Rob iets tegen dat hij niet vaak ziet. En jullie vaker meer zelf ook? Ja. Kijk, netjes. Ja, ik word er gewoon ontzettend vrolijk van, omdat heel weinig keukens nog zelf vacuumeren. En vacuumeren, het houdt in dat de kok erover nadenkt. He, die wil met zijn mooie producties op tafel komen. En dat zie je ook gewoon. In deze keuken gebruiken ze ook verschillende kleuren snijplanken. Maar wel op een iets andere manier dan Rob gewend is. U wil altijd een gele met vlees? Ja, we gebruiken heel puur voor vlees en dan wordt het constant gedaan. Nou, eigenlijk is een gele plank eigenlijk in het leven geroepen voor citrusfruit. Daar hebben we wel alles een kleur gegeven. Ja. Blauw is vis, rood hebben voor vlees, helemaal puur voor gegaan vlees. Nou, dan heb je er ook geen moeite mee. Als we regels maar gewoon goed gelden in de keuken. En dat lijkt hier inderdaad het geval te zijn. Dan loopt Rob mee naar boven om een kijkje te nemen in de koeling. Ook dat ziet er veelbelovend uit. Heb je coderen netjes, hè? Ja, meestal wel. Dus, kijk er weer uit. De grote koelkast was gewoon lekker een apotheek. Netjes allemaal geordend. Groot compliment, meen ik echt. Ik vind het, top. En ik weet niet of je naar het programma kijkt. Ja, ik ken het wel. Ja. Nou ja, als ik echt iets top vind, dan ik vind het sowieso een compliment waard dat je me binnenlaat als je zo druk bent. Ik had een goede verhalen over gehoord. Nou, de goede verhalen worden bevestigd. Als je zo kan koken, in zo'n ambiance, in zo'n mooie schone keuken. Eén al lof en ja, dan word ik heel vrolijk. En dan is er maar één conclusie mogelijk. Deze zaak krijgt het Smaakpolitie OK keurmerk. Gefeliciteerd. We zijn wel consequent moet ik zeggen, maar zoals een drukke avond kun je niet alles onder controle houden. Dus ik moet wel zeggen, ja, we hebben het eigenlijk wel verwacht dat we dit voor elkaar kunnen krijgen. Dus.